Welkom op deze webinar over de registratierechten in Vlaanderen en in Brussel. Mijn naam is Sophie de Mullemeester en ik neem jullie de komende 25 minuten mee in de regeling met betrekking tot de verkooprechten in Vlaanderen en anderzijds ook met betrekking tot de regeling van de registratierechten, dat is een synoniem voor verkooprechten in Brussel, namelijk de regeling zoals ze op vandaag is, maar zoals ze naar de toekomst toe vanaf 1 april 2023 zal zijn. Mocht u tijdens deze webinar vragen hebben, laat dan zeker niet na om die te typen in de chat en dan gaat mijn collega Eline daar meteen op antwoorden. Ik vlieg er meteen in met even een trip down memory lane wat betreft de verkooprechten in Vlaanderen. Wat zijn verkooprechten? Dat is eigenlijk een belasting die je als koper gaat betalen bij de aankoop van een onroerend goed. Een specifiek onroerend goed. Waarom vermeld ik die term hier? Omdat die verkooprechten enkel spelen op de prijs van de waarde van het onroerend goed. Stel bijvoorbeeld, u koopt een woning aan en u koopt ook meubels aan. Dan zijn dat roerende goederen, die meubels, en zal er in de compromis en in de akte een opsplitsing gemaakt worden tussen de waarde van het onroerend goed en die van de meubels. En op die waarde van de meubels betaalt u dan geen registratierechten, geen verkooprechten. Wees daar natuurlijk altijd correct in, eerlijk in. Overdrijf daar niet in. Want als er daar onrealistische waardes worden gekleefd op die roerende goederen, dan zal Vlabel, dat de ontvanger van de registratierechten, zeker opmerken en zal u daarop afgestraft worden. De registratierechten, verkooprechten, die zijn de laatste jaren aan heel veel veranderingen onderhevig geweest in Vlaanderen. Ik heb daar even een tijdlijn voor u voorzien. Vanaf 1 januari 2015 is dat een gewestelijke materie geworden en heeft dus Vlaanderen de bevoegdheid gekregen om dat in Vlaanderen te gaan bekijken en heeft men gekozen voor de naam verkooprechten. U hoort, ik zeg verkooprechten, registratierechten, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is een synoniem voor elkaar, maar in Vlaanderen noemt men dat verkooprechten. U zal zien, straks in Brussel noemt men dat registratierechten. Maar in de volksmond is het nog altijd registratierechten die meest gekend is. 1 juni 2018 heeft men beslist om met betrekking tot die verkooprechten het systeem van het klein beschrijf af te schaffen. Dat was een systeem waarbij, als er een laag kadastraal inkomen was, onder een bepaalde norm, dat u eigenlijk maar 5% verkooprechten moest betalen in plaats van 10. Het was een achterhaald systeem in die zin dat het kadastraal inkomen eigenlijk geen correcte afspiegeling meer is tegenwoordig van de grootte van een pand en dat eigenlijk die onderverdeling tussen 5% en 10% verkooprechten, dat niet meer goed zat. Men heeft tegelijkertijd ook het abattement, dat was een bepaalde belastingsvrije schijf, waarop u dus geen registratierechten moest betalen, waarbij men dat ook afgeschaft heeft. En men heeft in de plaats gunstregimes geïnstalleerd om eigenlijk die aanrekening van registratierechten op een eerlijkere manier te laten verlopen aan degenen die daar meest nood aan hebben, in het kader van bijvoorbeeld de aankoop van een gezinswoning, optimaal van te kunnen laten genieten. En men heeft voor bescheiden woningen, daar ga ik straks ook dieper op in, een rechtenvermindering ingevoerd. Op 1 januari 2022 is de Vlaamse woonbonus afgeschaft geweest en heeft men verder gesleuteld aan die hoogte van die verkooprechten en de gunsttarieven, meer in het bijzonder. En tenslotte, eerder onverwacht, op 1 januari 2022 is er eigenlijk ook weer een grote aanpassing gebeurd in het kader van de verkooprechten. Wat is de regeling op vandaag? En ik ga u dat uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden, omdat dat toch altijd eenvoudiger is. Het eerste voorbeeld is dat van Leo en Louis Paul, die op 14 maart 2023 een compromis ondertekenen voor de aankoop van een bedrijfspand met een verkoopprijs van €750.000. En de vraag is hoeveel registratierechten, verkooprechten ze daarop zullen betalen. Wel, eerst en vooral, het basistarief van de verkooprechten in Vlaanderen, dat is 12%. Vroeger was dat 10%. Maar sinds 1 januari 2022, de compromissen die sinds dan ondertekend zijn, is dat 12%. Tenzij er een gunsttarief zou zijn. Dus dat is het basistarief. Dat speelt doorgaans voor bedrijfspanden, tweede verblijven, gronden, garages, autostaanplaatsen. Waarop wordt dat basistarief berekend? Dat is op de verkoopwaarde. Dus dat is de normale waarde die je kan halen bij een normaal verloop van een verkoop. Doorgaans is dat de verkoopprijs. Wanneer is dat bijvoorbeeld anders? Bijvoorbeeld een situatie waarbij je iets verkoopt aan iemand die je goed kent. En je zegt, ik ga dat eigenlijk
aan een lagere prijs dan dat het waard is verkopen, om die persoon wat te helpen. Ik heb het geld bijvoorbeeld niet nodig. Of iemand van een familie iets wat goedkoper verkopen. Dat zegt Flabel, de ontvanger van de verkooprechten, allemaal goed en wel. Maar ik wil wel op de correcte prijs, op de correcte waarde, mijn registratierechten bij verkooprechten ontvangen. En dan is het belangrijk, als u weet dat u het eigenlijk aan een bewust te lage prijs verkocht hebt, dat u pro fisco de waarde van dat pand gaat gaan aanmerken in uw compromis en akte, zodat de ontvanger die pro fisco voor de registratierechten, voor de verkooprechten, dat correct kan gaan opnemen. Bijkomende lasten moeten ook in rekening gebracht worden. Wat is dat bijvoorbeeld? Stel dat er beslist wordt, onderling afgesproken wordt, dat de koper het eerloon van de makelaar betaalt. Eigenlijk is dat iets dat de verkoper betaalt. Als de koper dat betaalt, dan gaat men ervan uit dat hij ook minder gaat betaald hebben voor dat huis, omdat hij nu eenmaal een bijkomende kost op zich neemt. En dan gaat men daarop ook verkooprechten gaan rekenen. Dus het is eigenlijk op die beide. Maar doorgaans is het eigenlijk op de verkoopprijs. Daar komt het eigenlijk op neer. Als we kijken naar mijn voorbeeld, zij kopen aan 750.000 euro. Het is een bedrijfspand dat zij gaan aankopen. Een basistarief van 12%, zitten wij hier aan 90.000 euro verkooprechten. Ik heb u daarnet gezegd dat er een aantal gunstregimes bestaan en dat ga ik u aantonen aan de hand van het volgende voorbeeld. Dat is dat van Antoine en Francis, die op 29 januari 2023 een compromis ondertekenen voor de aankoop van een nieuwe stekje met een verkoopprijs van 250.000 euro. Die gezinswoning met garage is gelegen in Gent en de vraag is hoeveel verkooprechten ze daarop gaan betalen. Hier gaat het dus over een gunsttarief en daar neem ik u mee in de 8 voorwaarden die er zijn en die per koper beoordeeld worden. Dus stel Antoine en Francis kopen dus samen aan. Men gaat echt voor Antoine gaan bekijken. Voldoet hij aan die voorwaarden? Voldoet hij daaraan? Dan kan hij van dat gunsttarief gebruik maken. Voldoet Francis daar ook aan? Dan kan zij daar ook gebruik van maken. Maar het kan perfect dat Antoine eraan voldoet en Francis niet. Dat hij het gunsttarief krijgt en dat zij de volle pot van 12% moet betalen op haar aandeel. Stel dat ze elk voor de helft aankopen, dan zal Francis op haar helft 12% registratierechten betalen en Antoine op zijn deel, op zijn helft 3%. Dus het is het gunsttarief voor gezinswoningen dat op vandaag op 3% staat. Vroeger stond dat op 6%. Ik ga daar straks dieper op ingaan. Er zijn dus 8 voorwaarden die per kop beoordeeld worden. Eerst en vooral moet het gaan over een natuurlijke persoon. Alleen natuurlijke personen kunnen daar gebruik van maken. Stel in mijn voorbeeld dat het Antoine zou zijn en zijn vennootschappen die samen aankopen. Dan zal Antoine, als hij aan de andere voorwaarden voldoet, gebruik kunnen maken van het gunsttarief en die vennootschap niet. Dus die zal de volle pot betalen op zijn, op haar deel. Moet gaan over een zuivere aankoop, bijvoorbeeld een ruiltransactie, valt daar niet onder. De koper die moet alleen of samen met de andere kopers de heelheid van de gezinswoning in volle eigendom verwerven. Wat betekent dat? Antoine en Francis kopen samen aan en zij verwerven de volle eigendom van dat pand. Of bijvoorbeeld, gesplitste aankoop komt ook soms voor in het kader van een soort successieplanning toch al, waarbij er ouders het vruchtgebruik aankopen en de kinderen de blote eigendom. Wel, dan kopen zij samen de volle eigendom aan. U zal straks zien, er is ook een verplichting om daar u te domicileren. Dat ga je niet allemaal kunnen gaan voldoen. Dus in de praktijk gaat toch niet iedereen het gunstregime hebben. Maar in principe, dat is een systeem waarbij je ook samen de volle eigendom gaat gaan verwerven. Moet gaan over een woning en eventuele aanhorigheden. Dus bijvoorbeeld, u koopt een huis met een garage daarbij. Dan valt die garage ook onder die regeling. Dat is iets anders dan een garage dat je apart, volledig apart aankoopt. Dan val je weer onder die 12%. Dan een heel belangrijke, dat is eigenlijk een van de belangrijkste pijlers in het kader van dat gunsttarief. Dat is dat die koper geen volle eigenaar mag zijn van een andere woning of een andere bouwgrond. Dat gaat ook over woningen en bouwgronden in het buitenland. Dus dat is ook een heel belangrijk iets om te weten. Wat is er daar bijvoorbeeld wat valt daar niet onder? Stel, ik erf samen met mijn broer en mijn zus een woning van mijn ouders. Dan zijn wij elk voor 1/3 eigenaar daarvan. En als ik dan alleen een nieuwe woning wil aankopen met mijn man, dan ben ik nog geen volledige eigenaar van een andere woning. Want ik ben maar voor 1/3 eigenaar van die woning die ik geërfd heb van mijn ouders. Stel dat ik met mijn broer en mijn zus samen iets nieuws zou aankopen, dan zijn wij samen al eigenaar van een andere woning. En dan hebben we wel een probleem, dan kan het niet onder dat gunstregime. Om maar even te kaderen. Er zijn ook twee belangrijke uitzonderingen.
als er een onteigening gebeurt binnen het jaar van die andere woning of bouwgrond, of als er een tolerantie is van het causaal verband. Wat bedoel ik daarmee? Dat is als je die andere woning binnen de 2 jaar gaat gaan verkopen. En dat dat ook in relatie staat tot je nieuwe aankoop. Dus bijvoorbeeld, ik koop iets aan en binnen de 2 jaar ga ik dan mijn oude woning gaan verkopen, omdat ik nu eenmaal ga verhuizen naar die nieuwe woning. Dat kan ook. Die 2 jaar begint dan te lopen vanaf de actedatum, vanaf de aankoopdatum van de akte. Heel belangrijk is dat je binnen de 3 jaar je domicilie moet plaatsen op het adres van die aangekochte woning. Dat is puur een betrekkingsvoorwaarde. Wat bedoel ik daarmee? In principe, als je daar 1 dag woont, is het voldoende. Er is geen minimumtermijn dat je daar vervolgens moet gaan wonen. En in je akte moet er ook duidelijk staan dat u gebruik wil maken van dat tarief en die woning moet liggen in het Vlaams gewest. Misschien nog even meegeven met betrekking tot het plaatsen van het domicilie. Het is wel zo dat er bepaalde situaties van overmacht kunnen zijn. Bijvoorbeeld echtscheiding, waardoor u daar nooit effectief gaat gaan wonen. Dat wordt ook aanvaard, maar is dan ook voor te leggen aan Vlabel. En dus als het in uw akte staat, dan wordt dat gunstregime automatisch toegepast. Naast dat gunstregime van 3% zijn er nog een aantal gunstregimes. Bijvoorbeeld als u die enige eigen woning, die gezinswoning, gaat gaan energetisch renoveren, dan kan het aan 1% aangekocht worden. Of u gaat die slopen en heropbouwen, kan het aan 1% registratierechten. Vroeger was dat 5%. Beschermd monument kan ook 1% als dat de enige eigen woning is. Aankoop van een sociale woning is er een gunstregime. Voor sociale verhuur dat u iets aankoopt. Beroepsverkopers en ook bepaalde landbouwgoederen vallen onder die gunstregimes. Andere tarieven nog. Heel concreet ga ik nu een keer terugkeren naar mijn voorbeeldje van Antoine en Francis, die dus een gezinswoning gaan aankopen die aan alle voorwaarden voldoen van €250.000. Wel, zij gaan in dit geval €7.500 verkooprechten gaan betalen. Stel nu, ik ga een stapje verder, dat zij een woning aankopen in Gent. Maar die woning die kost slechts €230.000. Dan is er iets bijkomends dat nog speelt. Dat is die rechtenvermindering die ingevoerd geweest is sinds 1 juni 2018. En dat is eigenlijk een bijkomende vermindering die je nog eens krijgt, omdat je een bescheiden enige gezinswoning aankoopt. Dus heel specifiek, je moet eigenlijk onder dat gunstregime van 3% of 1% als je ingrijpend energetisch renoveert, als het over een gezinswoning gaat, of een gezinswoning die een beschermd monument is, is ook 1%. Maar je moet dus van één van die 3 gunsttarieven gebruik maken. En als het daar bovenop dan nog eens een enige eigen gezinswoning is, dan geniet u een bijkomende daling van die verkooprechten. Gaat het over een gewone gezinswoning, zoals ik daarnet zei, het kan dus in die gevallen spelen bij de gewone gezinswoning of die beschermde gezinswoning, mijn excuses, of een gezinswoning die ingrijpend energetisch gerenoveerd wordt. Wat is nu bescheiden, dan daarover gaat het. Dat is als de verkoopwaarde niet meer is dan €220.000. Of in centrumsteden, en dat is een uitgebreide lijst van steden in Vlaanderen en in de Vlaamse rand, €240.000. Hier in dit geval, Gent is een centrumstad. Dus dat betekent als u een woning, een gezinswoning aankoopt die onder de €240.000 zit in Gent, dat u dus nog kan genieten van een bijkomende rechtenvermindering. Wat is het bedrag daarvan? Dat is eigenlijk dat u van die registratierechten deze bedragen mag gaan aftrekken. Koopt u aan 6%, is dat €5.600. Koopt u aan 5%, is dat €4.800. Kom daar straks op terug. Is het aan 3% dat gunsttarief waarover ik daarnet sprak, dan is dat €2.800. Is dat aan het 1% tarief, dan is dat €960. En men gaat per koper opnieuw gaan kijken of dat je aan alle voorwaarden hebt voldaan van het gunsttarief en vervolgens de rechtenvermindering kan genieten. Dus bijvoorbeeld, Antoine heeft het gunsttarief van 3%. Dan kan hij, als dat een bescheiden woning is, nog eens bijkomend op zijn deel een rechtenvermindering genieten. Gaat Francis bijvoorbeeld niet aan de voorwaarden voldoen en betaalt zij de volle pot, dan gaat zij geen rechtenvermindering kunnen krijgen. Hier in de praktijk voldeden zij allebei aan de voorwaarden, dus krijgen zij, hebben zij registratierecht van €6.900 hier, omdat het over €230.000 gaat, en krijgen zij de volle pot aan rechtenvermindering, de volle €2.800, en gaan zij maar €4.100 verkooprechten moeten betalen.
Ga nog iets dieper in op de materie. Situatie waarop dat ze Antoine en Francis op 4 februari 2023 de akte voor de aankoop van hun nieuwe stekje in hand aankopen voor een prijs van €230.000. Maar ze zijn op dat moment nog eigenaar van woning in Tielt, waar ze nu wonen. En die zij in 2019 hebben aangekocht voor €205.000, in der tijd nog aan 7% verkooprechten. Waarom haal ik dat voorbeeld aan? Dat is om de situatie van meeneembaarheid te kunnen duiden. Wat is dat meeneembaarheid? Eigenlijk kan je dat vergelijken met de rugzak aan verkooprechten die je op je rug hebt. En waar eigenlijk de verkooprechten in zitten die je in der tijd al eens betaald hebt. Dus ik heb vroeger een woning aangekocht, ik heb daarvoor registratierechten betaald. Wel, die zitten in mijn rugzak. En als ik eigenlijk op een bepaald moment mijn woning ga verkopen en een nieuwe woning aankoop, dan kan ik daar een stukje van die verkooprechten uithalen uit die rugzak, om eigenlijk minder te moeten betalen bij mijn nieuwe aankoop. Dat is iets dat per koper beoordeeld wordt. Het gaat ook weer over zaken die in het Vlaams gewest gelegen zijn, woningen meer in het bijzonder, en enkel voor natuurlijke persoon. Dus ook weer vennootschappen, bedrijfsvastgoed en dergelijke meer valt daarbuiten. Hoe kan die meeneembaarheid gebeuren? Twee manieren. Ofwel ga je eerst je oude woning verkopen en dan pas een nieuwe woning aankopen. We noemen dat verrekening. Ofwel gaat u eerst uw nieuwe woning aankopen en nadien pas uw oude verkopen. En dan is er een teruggave. Meeneembaarheid via teruggave. Heel belangrijk is wel dat er gedurende een bepaalde periode voorafgaand aan die verkoop gebruik moet geweest zijn als hoofdverblijfplaats van die woning in kwestie. Heel belangrijk is ook dat tussen de aankoop en de verkoop van die oude en die nieuwe woning er maximaal 2 jaar mag zitten. Dus dat moet heel kort op elkaar gaan volgen. Heel belangrijk is ook dat die woning op tijd, zoals het daar geformuleerd staat, als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt, die nieuwe woning. En het is ook wel beperkt, hetgeen wat je uit je rugzakje kan gaan halen. Je kan niet meer uit je rugzak halen dan je zelf betaald hebt. En je kan ook niet meer uit je rugzak halen dan dat je moet betalen, voor alle duidelijkheid. Dus dat is ook wel een heel belangrijk iets. En sowieso is het gelimiteerd tot €14.500 op vandaag. Dat klinkt wel wat abstract. Ik ga dat wat meer concretiseren. Waarom is die meeneembaarheid zo belangrijk? Wel, voor 1 januari 2022 hadden we verkooprechten in Vlaanderen 6% voor gezinswoningen, 5% voor gezinswoningen die we ingrijpend energetisch gingen gaan renoveren. En had je die meeneembaarheid die speelde? Nam dat samen. En eventueel nog een rechtenvermindering die je had ook. Wat heeft men nu beslist vanaf 1 januari 2022? Dat is om die registratierechten voor de gezinswoning te laten zakken van 6 naar 3%. En voor die om die registratierechten in zaken ingrijpende energetische renovatie of sloop en heropbouw te laten zakken van 5 naar 1%. Maar men heeft daarbij gezegd, als je dat laat zakken, dan kan je de meeneembaarheid niet meer gebruiken. Dus eigenlijk moet je kiezen. Ofwel is het die 3% of die 1% met uw rechtenvermindering er eventueel ook nog bij, maar zonder meeneembaarheid. Ofwel is het de 6% of 5% hoger met uw meeneembaarheid, die ook hoger is. Zoals je hier kan zien en zoals je daarnet ook in mijn overzichtje kon zien hier. Dus daarom dat die 6 en die 5 daar ook bij stonden. Met die hogere rechtenvermindering, maar geen maar wel meeneembaarheid in dat geval. Dus heel concreet, koopt u aan 3% of aan 1%, dan hebt u een rechtenvermindering, maar hebt u geen meeneembaarheid. En dat zal interessant zijn bij uw eerste gezinswoning. Waarom? Als je uw eerste woning aankoopt, dan zit er in uw rugzak nog geen registratierechten die u daaruit kan gaan toveren om in mindering te gaan brengen. Dus in dat geval is die 3% het interessantst. Stel, u hebt wel al een woning, u hebt daar indertijd registratierechten voor betaald, u gaat dat heel kort na elkaar gaan aankopen en verkopen, dan is het heel interessant om eens te gaan berekenen wat nu het interessantst is. Is dat die 3% aankopen zonder meeneembaarheid, of is het toch aan iets hoger gaan aankopen, omdat je optimaal van die meeneembaarheid en hogere rechtenvermindering gebruik zou kunnen gaan maken? En ik ga dat even aan de hand van een voorbeeld gaan duiden. Stel dat Antoine en Francis in een aankoopakte van een nieuwe woning verklaren dat ze hun oude woning dus op tijd gaan verkopen, die tolerantie van het causaal verband, dan kunnen zij in principe van het gunstregime gebruik maken. De vraag is nu, gaan ze 6% nemen of gaan ze 3% nemen? Dus als we eens kijken, als zij aankopen aan 6%, dan is dat €13.800.
als ze een bijkomende rechtenvermindering hebben, omdat het nu eenmaal in Gent was en minder dan 240.000 euro kostte, dan mogen ze daar nog eens 5.600 euro van aftrekken. Ze mogen ook de meeneembaarheid gebruiken, omdat ze hier aankopen aan 6%. Wat is die meeneembaarheid? Wel, ze hebben indertijd op hun oude woning 14.350 euro registratierechten betaald. En op hun nieuwe woning betalen zij 8.200 euro. Ik heb daarnet gezegd, je kunt niet meer recupereren dan dat je moet betalen. Hè. Dus dat betekent, ze hebben eigenlijk veel in hun rugzak zitten en zij kunnen daar hun registratierechten die ze op vandaag mee moeten betalen, volledig compenseren. Dus zij moeten 0% verkooprechten gaan betalen. Dat is sowieso het interessantste. Hè. Waarom? Mochten zij 230.000 euro aan 3% registratierechten betalen, zelfs met hun rechtenvermindering gaan ze nog altijd iets moeten betalen. Dus hier is die meeneembaarheid zeker interessant. Dus dat is eigenlijk een cijferoefening die je iedere keer moet gaan doen. Je kan ze wel niet lang meer doen, want die combinatie blijft maar mogelijk tot 31 december 2023. Vanaf dan dooft dat systeem van meeneembaarheid uit en kan je eigenlijk niet meer gaan kiezen, is het sowieso aan die 3% dat er aangekocht wordt zonder meeneembaarheid. Zo, dat was wat betreft de regeling in Vlaanderen. Ik ga nu even gaan piepen hoe het zit in Brussel. Wat is de regeling op vandaag? De regeling in Brussel op vandaag is dat er registratierechten, want daar is het effectief registratierechten, de benaming, dat de registratierechten moeten betaald worden van 12,5%. Men heeft daar ook een aantal gunstregimes in Brussel. En dat is eerst en vooral voor woningen, waar men een abattement heeft van 175.000 euro. Wat is dat, een abattement? Dat is eigenlijk een belastingvoetvrijstelling, noemt men dat. Wat betekent dat? Dat is eigenlijk dat je op de eerste 175.000 euro van je aankoopprijs geen registratierechten betaalt. Dus het maximaal fiscaal voordeel is 175.000 euro maal 12,5% is eigenlijk 21.875 euro die u niet moet betalen aan registratierechten. Er zijn daar natuurlijk een aantal voorwaarden aan verbonden. Het moet gaan over een natuurlijke persoon, dus die vennootschap valt daar weer buiten. Het moet gaan over een enige woning. U koopt aan in volle eigendom, net zoals in Vlaanderen. Je moet ook tijdig daar gaan wonen. Als het gaat over een bestaande woning, is dat binnen de 2 jaar na de akte. Is het iets dat nog in aanbouw is dat binnen de 3 jaar. En je moet daar minstens 5 jaar gaan blijven wonen vervolgens. Dus er is daar, in Vlaanderen is dat niet zo, een bewoningsverplichting gedurende 5 jaar. Doet u dat niet, tenzij bepaalde situaties van overmacht, dan moet u dat volledig gaan opleggen. Moet u dat gaan terugbetalen, datgene dat u die gunst die u gehad hebt. Heel belangrijk daarbij is dat enkel voor woningen is waarvan het verkoopprijs maximaal 500.000 euro is. Zet u daarboven, dan krijgt u dat abattement niet. Moet ook in de aankoopakte vermeld worden en het moet over een pand in het Brussels gewest gaan. Ook bij bouwgrond hebt u een voordeel. Daar is dat abattement lager. Het gaat maar tot 87.500 euro. Dus het is gelimiteerder. Het gaat maar tot een goede 10.000 euro belastingsvoordeel. En daar heb je eigenlijk ook dezelfde verplichting. Een natuurlijke persoon, enige woning. Ik bedoel daarmee dat u nog geen andere woning mag hebben. Volle eigendom. U moet ook binnen de 3 jaar vanaf aankoopakte daar een woning hebben waar u in gaat gaan wonen. 5 jaar gaan aanhouden. Die verkoopprijs mag maximaal 250.000 euro zijn van die bouwgrond. En het moet ook in uw aankoopakte staan en in het Brussels gewest gelegen zijn. Vanaf 1 april verandert er een en ander. En ik heb dat hier in fluo gezet. Het gaat over de datum van de ondertekening van de compromis. Ook onderhandse verkoopovereenkomst genoemd. Dus alles wat we eigenlijk binnen twee weken gaan ondertekenen in Brussel, valt onder die nieuwe regeling. Dus mensen... In bepaalde gevallen kan het interessant zijn om nog eventjes te wachten om die compromis te ondertekenen. Het bedrag van de registratierechten, het tarief, blijft hetzelfde. Dat is 12,5%. Maar wat verandert er hier? Dat is dat het abattement voor woningen stijgt van 175.000 euro naar 200.000 euro. Dus eigenlijk het fiscaal voordeel, dat gaat wat stijgen. En wat gaat men doen? Als u energetisch gaat gaan renoveren, dan krijgt u nog een bijkomend abattement. Dus dan krijgt u eigenlijk nog eens 25.000 euro daarbij. Wat is dat energetisch renoveren? Dat is dat u eigenlijk werken gaat gaan doen waardoor u een beter EPC-label krijgt. Dus bijvoorbeeld, u gaat van een label D naar een label B. Dan hebt u dus energetisch gerenoveerd. En gaat u kunnen genieten van dat bijkomend abattement.
Heel belangrijk daarbij is dat u minstens 2 labels moet stijgen, dus moet verbeteren. Stijgt u van label D naar label C, dan hebt u dat bijkomend abattement niet. Stijgt u van label D naar label B, dan krijgt u dat bijkomend abattement en krijg je per klasse dat het beter is geworden. Dus ik ben van label D naar C naar B gegaan, 2 klasses, krijg ik per stijging een abattement van €25.000. Dus hier zal ik €50.000 abattement extra hebben. Maal 12,5% zal dat dus gaan over €6.250. Dus dat is wel zeker niet onbelangrijk. De voorwaarden zijn hetzelfde gebleven met betrekking tot de aankoper. Natuurlijke persoon mag nog geen andere woning hebben in volle eigendom. Je krijgt meer tijd om u daar te vestigen. Dat gaat van 2 naar 3 jaar. Bij die energetische renovatie krijg je 5 jaar de tijd, omdat je voldoende tijd moet hebben om te renoveren. Je moet ook 5 jaar daar blijven wonen. Maar als je daar niet aan voldoet, wordt het minder streng. Vroeger was het, als je daar geen 5 jaar bleef wonen, dan betaal je terug. Nu is het zo dat men dat gaat pro rata gaan verrekenen. Bijvoorbeeld, u hebt daar 2 jaar gewoond, dat is 3 jaar te kort. Dan gaat u 3/5 moeten gaan terugbetalen. Men gaat ook de prijs laten stijgen van het pand van €500.000 naar €600.000. Dus dat appartement wordt vanaf 1 april 2023 sowieso interessanter. Daar komt het eigenlijk op neer. En ook voor bouwgrond gaat men dat doen. Het stijgt van €87.500 naar €100.000. De voorwaarden blijven hetzelfde. Met dat verschil dat de waarde, de verkoopprijs, stijgt van €250.000 naar €300.000. Dus ook duurdere bouwgronden vallen onder dat voordeel. En ook hier, als u daar niet binnen de 5 jaar... als u daar gaat gaan wonen en u houdt dat geen 5 jaar aan, gaat het niet meer zo zijn dat u volle pot moet terugbetalen, maar is het ook weer pro rata, dus afhankelijk van de termijn die u niet voldaan hebt, dat u gaat gaan terugbetalen. Ziezo, dat was heel kort de regeling in Brussel. Mocht u daarover nog vragen hebben en ze niet gesteld hebben in de chat, dan kan u sowieso terecht bij onze kantoren en onze medewerkers daar. Sowieso wil ik nog even meegeven dat wij bij de Wale Vastgoedgroep een missie hebben. En die missie is om uw levenslange partner te zijn in wonen en in ondernemen. En dat wij dus eigenlijk op elk sleutelmoment van uw leven als klant met betrekking tot vastgoed ondersteuning willen gaan bieden. En de klant staat daarvoor bij ons altijd centraal. Als grootste onafhankelijke makelaar van België hebben wij een zeer uitgebreid netwerk. We hebben ook een team van specialisten dat altijd voor onze klanten centraal staat. En die specialisten die hebben een volledige focus op uw dossier, doordat zij ondersteund worden door de legal dienst bijvoorbeeld, maar evenzeer door een echt gedreven marketingmachine en innovatieve systemen waar wij als groep in investeren en gebruik van maken. Dus met andere woorden, of het nu gaat over verkoop, verhuur, beheer, investeren, en of het nu gaat over woonvastgoed, luxe vastgoed, bedrijfsvastgoed, 1 adres, u kan altijd bij ons terecht, bij de Wale Vastgoedgroep. Super bedankt om mee te volgen en hopelijk tot op 1 van onze volgende webinars.